Dames en heren, ik vind het een voorrecht om vanmiddag de 10e Paul Kremerslezing te mogen houden. Als sociaal filosoof, en Helene heeft gelukkig al gewaarschuwd dat ik misschien enkele niet al te eenvoudige gedachten aan u voor ga leggen. Maar ik denk ook dat dat nodig is. We leven in zeer turbulente en zeer complexe tijden. En volgens velen in een overgangsperiode in de geschiedenis van moderne maatschappijen. Ik denk dat dat zo is en ik denk ook dat wat wij in de zorg en rond de zorg doen, daar verschil in kan maken. En dat is eigenlijk het belangrijkste thema van vanmiddag. Mijn uitgangspunt wordt uiteraard gevormd door de betekenis van Paul Kremers als morele inspiratiebron, die zo even al even is aangestipt. Ik heb eventjes wat storing op de lijn. Met name zijn onverschrokken inzet voor empowerment van mensen met een beperking en voor inclusief burgerschap. Ik denk dat die inzet nog steeds een bron van inspiratie vormt. Niet alleen in de sector van mensen met een beperking, maar voor de zorg in het algemeen. En het feit dat dit de 10e Paul Kremerslezing is, getuigt daar denk ik van. En tegen die achtergrond wil ik mij in deze lezing richten op moreel kapitaal en het grote belang van moreel kapitaal in onze tijd. Met name voor goede zorg en voor een inclusieve samenleving, maar ook voor het adresseren van wijdere vragen waar wij in onze tijd voor staan. En ik wil dat doen met speciale aandacht voor de rol van bestuurders en managers en allen die hen adviseren en ondersteunen. Er is heel veel literatuur in de zorg over het gezichtspunt van cliënten, de ervaringen van cliënten, de vragen van cliënten, en dat is natuurlijk volkomen terecht. Er is heel veel literatuur over professionals, de rol van professionals en over de relatie tussen professionals en cliënten. De presentietheorie van Andries Baart is daar een lichtend voorbeeld in. Er is ook heel veel literatuur over bestuurlijke arrangementen, maar eigenlijk is de eigen rol en de eigen betekenis van bestuurders en managers in de zorg, denk ik, onvoldoende uitgelicht. En daar wil ik me nu op richten. En ik begin met een analytisch onderscheid tussen drie typen van vragen die van belang zijn voor deze zoektocht. Die vragen zijn onderling verstrengeld, maar het is belangrijk om ze te onderscheiden. De eerste vraag is de relationele zorgvraag. Het gaat daarbij om de kwaliteit van zorgrelaties op het niveau van het primaire proces en om de inbedding in sociale relaties met anderen. Voor beide aspecten van de relationele zorgvraag is de afgelopen 10 jaar gelukkig steeds meer aandacht gekomen. Vanuit de zorgethiek en de presentiebenadering is de nadruk gelegd op betrokkenheid, aandacht en betrouwbaarheid als onontbeerlijke componenten van goede zorg. Vanuit de aandacht voor kleinschalig wonen, voor kwartier maken en voor participatie in een inclusieve samenleving is de schijnwerper gericht op het grote belang van inbedding in een robuust en betrokken netwerk van sociale relaties. Dat is de eerste zorgvraag. De tweede is de bestuurlijke zorgvraag. Die is nauw verbonden met de relationele zorgvraag, maar brengt heel andere gezichtspunten in het geding. Het gaat hier om het complex van vragen rond de inrichting, de organisatie en de financiering van goede zorg. En die vragen zijn gesitueerd op het kruispunt van bestuurskunde, organisatietheorie en overheidsbeleid en zijn in de afgelopen decennia de discussies en de controverses in ons land rond goede zorg steeds meer gaan domineren. Centrale vragen zijn hier het beheersen van de almaar stijgende kosten van de zorg en het bevorderen van efficiëntie en innovatie aan de ene kant en de daarmee verbonden bedreigingen van relationele zorgkwaliteit aan de andere kant. Deze bestuurlijke zorgvraag tenslotte is nauw verbonden met de publieke zorgvraag. En daarop wil ik mij vooral gaan richten. Het gaat hier om de verhouding tussen publieke verantwoordelijkheid en privéverantwoordelijkheid voor goede zorg. Die vraag staat, zoals u weet, inmiddels hoog op de agenda. In het licht van de stijgende kosten van de zorg en de dubbele vergrijzing is een ingrijpende transformatie gaande van de verzorgingsstaat met als inzet het verschuiven van een substantieel deel van de zorg van het publieke domein naar het privédomein. Zorg moet in de eerste plaats een eigen verantwoordelijkheid worden van burgers en hun netwerken.
Pas als hun zorgvragen aantoonbaar en niet verwijtbaar hun eigen zorgvermogen overbelasten, mag een beroep gedaan worden op publieke zorgvoorzieningen. In het licht van de morele invalshoek die ik in deze lezing centraal wil stellen, is dat een ambivalente ontwikkeling. Aan de ene kant is duidelijk dat er grenzen zijn aan de steeds verdergaande professionalisering van de zorg en van welzijn. Niet alleen vanwege het groeiende beslag op het nationale inkomen, maar ook vanwege de daarmee verbonden bureaucratisering en de ongewenste verstrengeling van professionele deelbelangen met het vergroten van zorgvolume. Voor een groot aantal burgers is zorgen voor en zich bekommeren om anderen bovendien een belangrijk onderdeel van een goed en zinvol leven. In dit licht gezien lijkt een substantiële verschuiving van de verantwoordelijkheid voor zorg van het publieke domein naar het privédomein in beginsel een wenselijke ontwikkeling. Anderzijds is duidelijk dat door een dergelijke verschuiving centrale beginselen van de moderne rechtsstaat en van de verzorgingsstaat onder grote druk komen te staan. In de rechtsstaat zijn morele overtuigingen namelijk binnen de grenzen van de wet een kwestie van persoonlijke keuze. De civil society wordt gekenmerkt door een pluraliteit van morele overtuigingen, variërend van streng gereformeerd tot hedonistisch. De overheid dient zich daartegenover strikt neutraal op te stellen. Zo gezien dreigt de vrijheid van burgers aangetast te worden wanneer de overheid aan burgers de morele eis van zorgzaamheid in eigen kring gaat stellen. Bovendien, en misschien nog verstrekkender, wordt daarmee een centraal beginsel van de moderne verzorgingsstaat losgelaten. Het idee namelijk dat goede zorg niet alleen een privézaak is, maar ook een publiek goed waarop alle burgers in gelijke mate recht hebben. Wanneer burgers aangesproken gaan worden op zorgzaamheid in eigen kring, wordt geen acht meer geslagen op de ongelijke verdeling van financiële, sociale en culturele hulpbronnen die daarvoor noodzakelijk zijn. En de eerste verzorg- en verpleeghuizen voor zeer gefortuneerde mensen zijn dan ook al verschenen. Daarmee kom ik bij een eerste kern van mijn betoog. We moeten constateren dat het maatschappelijk draagvlak voor de verzorgingsstaat inmiddels onmiskenbaar verzwakt is. De solidariteitsgedachte die daaraan ten grondslag lag, is niet langer vanzelfsprekend. Die constatering maakt echter meteen duidelijk welk probleem erop doemt wanneer de overheid zorg zoveel mogelijk probeert te verschuiven van het publieke domein naar het privédomein. Zorgen voor een ander is namelijk in de kern een morele relatie. Wanneer de overheid met de ene hand een beroep gaat doen op morele vermogens van burgers, dan zal ze ook met de andere hand de ontwikkeling en instandhouding van morele vermogens moeten bevorderen. De facto is echter het tegendeel het geval. Het overheidsbeleid is in hoofdzaak gericht op het veiligstellen van economische groei en de accumulatie van economisch kapitaal. In mijn ogen moeten we inmiddels onder ogen zien dat dit economische accumulatieproces de ontwikkeling van moreel kapitaal ondermijnt. En de verstrekkende consequenties daarvan wil ik in het vervolg van mijn betoog verhelderen via een nadere analyse van het begrip moreel kapitaal. Ik definieer moreel kapitaal in eerste instantie, want aan het slot van mijn verhaal komt een uitbreiding. Ik definieer moreel kapitaal als het geheel van de persoonlijke, relationele en culturele hulpbronnen, dus het geheel van de persoonlijke, relationele en culturele hulpbronnen, die mensen helpen om geraakt te worden door lijden, onrecht en geweld. Het gaat hier om aandacht, sensibiliteit en empathie in plaats van onverschilligheid. In de tweede plaats om anderen te ondersteunen, te helpen en te bemoedigen. Het gaat hier om zorgend vermogen in plaats van afwenden en in de steek laten. In de derde plaats om weerstand te bieden aan onverschilligheid, aan onrecht en geweld in de eigen omgeving. Het gaat hier om morele moed in plaats van zwijgzaamheid en lafheid. En in de vierde plaats om daarmee anderen in woord en daad tot voorbeeld te strekken, te bemoedigen en de horizon van een menswaardige samenleving voor hen open te houden. En hier gaat het om inspiratie en verbeeldingskracht in plaats van morele ontmoediging, apathie en cynisme. Dit moreel kapitaal is voor mij het geheel van de hulpbronnen,
de persoonlijke, relationele en culturele hulpbronnen die mensen helpen om geraakt te worden, anderen te ondersteunen, weerstand te bieden aan onrecht en onverschilligheid en tot voorbeeld te zijn, te inspireren en de hoop op een menswaardige samenleving open te houden. En deze opsomming maakt denk ik al duidelijk dat er een doorslaggevend verschil bestaat tussen moreel kapitaal en het ontwikkelen van moreel kapitaal en andere vormen van kapitaal. Zoals financieel kapitaal, sociaal kapitaal en cultureel kapitaal. De begrippen die door Bourdieu ingevoerd zijn. Moreel kapitaal heeft namelijk een paradoxale eigenschap. De eigenschap dat het niet groeit door het te accumuleren, maar door het uit te delen. Moreel kapitaal is gebonden aan de logica van de gift, aan de logica van het delen, aan de logica van het geven. Je geeft aandacht, je schenkt aandacht. Je geeft hulp, je geeft bemoediging. Je biedt weerstand aan. Weerstand bieden aan onverschilligheid is niet vechten, maar aan de ander aanbieden. Dit deugt niet, dit klopt niet. Ik sta voor iets anders. Zou jij dat ook willen onderschrijven? En tenslotte, je geeft het goede voorbeeld. Dus het ontwikkelen van moreel kapitaal is helemaal gebonden aan de logica van de gift, aan de logica van het delen en de logica van het schenken. En dat is een centraal punt in mijn betoog, wat ik graag wil illustreren aan de hand van een klein filmpje. En ik hoop dat Jochem mij even wil helpen om dat filmpje op het scherm te krijgen. I finished my college here. I was working for Taj Group of Hotels Bangalore. I saw a very old man. He was heating his own human waste for hunger. I thought, what is the purpose of my life? What am I going to do? In a star hotel, I feed all my guests. But where in my hometown, there are people who are living even without food. I quit my job and I started feeding all these people from 2002. Today morning we made venpongal and sambar. Venpongal is a blend of rice and dal with a lot of spices. Venpongal and sambar was being made for the breakfast, and for the lunch we made tomato rice and sabji. We fed the homeless, mentally ill destitute, and the old people who have been left uncared of the society. People are suffering for food. They don't have food to eat. If you don't give them food to eat, they will die out of human hunger. I cut their hair, I give them a shave, I give them bath. For them to feel psychologically that they are also human beings, there are people to care for them, they have a hand to hold, hope to live. Food is one part. Love is another part. So the food will give them physical nutrition. The love and affection which you show will give them mental nutrition. Being a Brahmin community and an Orthodox family, there were a lot of objections. Brahmins are not supposed to touch these people, clean these people, hug these people, feed these people. Everybody has got 5.5 liters of blood. I am just a human being. For me, everybody are same. There are thousands and thousands and lakhs of people suffering. What is the ultimate purpose of life is to give. Start giving. See the joy of giving. Mensen die zich aantrokken dat anderen in hun omgeving crepeerden, dat die in honger of in ellende verkeerden, dat die het moeilijk hadden en die gingen geven en dat samen met anderen gingen doen. En daar een diepe zin aan ontleenden. The joy of giving, dat vind ik eigenlijk het prachtigste citaat uit dit
uit dit filmpje, wat door die man ook voorgeleefd wordt. Hij straalt dat ook uit. En je ziet hem dat doen. Joyful schenken en geven. En ik zou u nu willen vragen om als inleiding voor het eerste blokje over de volgende vraag na te denken. Terwijl Esther inmiddels ons prachtige muziek laat horen. Dames en heren, als u het goed vindt, dan ga ik verder met het tweede deel van mijn verhaal. Ik wil nog even delen wat hier aan tafel ook opgemerkt werd over dat filmpje. Namelijk dat Nederlandse professionals eigenlijk onmiddellijk zouden gaan vragen van, is dat niet uiterst onveilig wat die man doet? Brengt hij niet ziektekiemen over van de een naar de ander? Is de keuken wel gecertificeerd? Wat zijn de werktijden? Inderdaad, een ander type vragen wat daarmee naar voren komt. Het tweede deel wil ik eigenlijk me richten op wat ik noem de morele paradox van de modernisering. Het initiatief van Narayanan biedt een voorbeeld voor het ontwikkelen van moreel kapitaal op basis van de betrokkenheid en het engagement van een bijzonder individu. Het gaat hier om een privé-initiatief
dat inmiddels veel steun ondervindt vanuit de civil society, zowel in India als daarbuiten. Hij is tot CNN-hero verklaard. En zoals ik al zei, is onze verzorgingsstaat ooit zo begonnen. Vanuit initiatieven van bijzondere individuen en vanuit de civil society. Maar na de Tweede Wereldoorlog hebben zorg en bijstand zich steeds meer ontwikkeld tot een omvattend samenstelsel van rechten waarop alle burgers aanspraak kunnen maken. En die rechten staan inmiddels onder druk. De transformatie van de verzorgingsstaat wijst in de richting van een substantiële verschuiving van zorg op langere termijn als een publiek goed naar zorg als een privéverantwoordelijkheid van individuen. Daarbij doemt denk ik een probleem op dat in de bloeidagen van de verzorgingsstaat een ondergeschikte rol speelde en zelfs aan de enorme groei daarvan heeft bijgedragen, maar dat zich inmiddels niet goed meer laat verdringen. Het gaat hier om de versmalling van het morele blikveld van een groot aantal burgers tot persoonlijke ontplooiing en tot individuele ontwikkeling op basis van concurreren en presteren in de sfeer van werk en op basis van steeds meer consumeren en genieten in de privésfeer. En die versmalling leidt tot morele armoede. Weliswaar zorgen veel burgers vrijwillig voor anderen of bekommeren zich om hun lot en ontlenen daar zingeving en zelfrespect aan, en dat is in Nederland nog steeds in hoge mate het geval. Maar ik denk dat nog meer burgers in moreel opzicht weinig te geven hebben. Ofwel omdat ze bijzonder druk bezig zijn om voor zichzelf te zorgen, ofwel omdat ze overbelast zijn, ofwel omdat ze zich bedreigd en misdeeld voelen. En daarmee wordt in mijn ogen het in stand houden en ontwikkelen van moreel kapitaal een probleem van de eerste orde. Voor goede zorg hebben we moreel kapitaal nodig, maar de vraag is waar we dat vandaan moeten gaan halen. Voorheen konden we vertrouwen op de civil society als voedingsbodem voor de ontwikkeling en het in stand houden van moreel kapitaal. Maar ik denk dat die voedingsbodem inmiddels voor een groot deel is uitgeput. Traditionele morele kaders en de gemeenschappen waarbinnen die doorgegeven werden, zijn in hoog tempo afgekalfd. Niet alleen ten gevolge van de emancipatie uit traditionele gezagsverhoudingen, maar ook onder druk van de consumptieve individualisering. Voor veel hedendaagse dikke ikken staat moraliteit gelijk aan moralisme. En geldt ieder moreel appel dat de grenzen en de belangen van het zelf en van de eigen groep overstijgt als een ontoelaatbare aantasting van de eigen vrijheid. Moreel handelen verschijnt zodoende als een hoogst persoonlijke keuze. Sommige mensen kikken daarop, anderen niet, en dat is hun goed recht. Dit goede recht wordt niet alleen door individuen opgeëist, maar wordt ook in hoge mate bekrachtigd door de interne logica van de staat en de markt. En dit is een cruciaal punt natuurlijk. In het bijzonder door de nadruk op concurreren, op presteren en door de gerichtheid op bureaucratisch toezicht en verticale controle. Zoals Jürgen Habermas, Richard Sennett, Richard Rorty en vele andere hedendaagse denkers hebben betoogd, leidt deze nadruk tot de dominantie van strategische handelingsoriëntaties en tot moreel armoedige relaties. En die morele armoede vormde geen doorslaggevend probleem zolang elders in de samenleving het morele kapitaal ontwikkeld en in stand gehouden werd dat deze armoede kon compenseren. Maar dat lijkt steeds minder het geval te zijn. Inmiddels worden we geconfronteerd met de morele paradox van het moderne vooruitgangsproces. Om vooruitgang langs moderne lijnen veilig te stellen, hebben we niet alleen economisch, sociaal en cultureel kapitaal nodig, maar in toenemende mate ook moreel kapitaal. De ontwikkeling en instandhouding van moreel kapitaal wordt echter door de moderne vooruitgang zelf ondermijnd. Dat is de paradox die ik u wil voorleggen en die volgens mij heel ver strekt. Om de vooruitgang zoals wij die kennen, zoals onze hele maatschappij op ingericht is, om die in stand te houden, om economische welvaart te garanderen, om veiligheid op straat te garanderen, om de groei vast te houden, om een fatsoenlijke samenleving in bestuurlijke zin tot stand te brengen, hebben we moreel kapitaal nodig. Maar de logica van het vooruitgangsproces zelf, de middelen waarmee we dat ontwikkelen en in stand houden, ondermijnt het morele kapitaal dat we daarvoor nodig hebben. En ik wil dat aan de hand van drie voorbeelden kort toelichten. Het eerste voorbeeld heeft uiteraard betrekking
op de crisis in de financiële sector en op de frauduleuze zelfverrijking die daar de voornaamste oorzaak van vormde. Inmiddels worden allerlei maatregelen genomen om de morele armoede in de financiële sector te compenseren. Fraude en zelfverrijking moeten beteugeld worden via allerlei nieuwe vormen van toezicht en controle. Maar het probleem is dat de onderliggende morele armoede niet met strategische middelen gecompenseerd kan worden. In plaats van bij te dragen aan de ontwikkeling van moreel kapitaal binnen de sector, bekrachtigen toezicht, controle en sancties de logica van het strategische handelen en stimuleren ze het ontwikkelen van nog slimmere vormen van gesjoemel en fraude. Ik heb een jaar geleden meegedaan aan een interne bedrijfstraining voor de top van een verzekeringsmaatschappij en die waren allemaal betrapt met hun handen in de suikerpot. En het beraad daarover in die kring ging eigenlijk over twee vragen. A, kunnen we nog slimmere manieren verzinnen om de mensen te belazeren of moeten we een andere koers gaan kiezen? Dat was eigenlijk de inzet van de discussie. En dat was een hele interessante discussie, want zij kwamen tenslotte tot de slots om dat verzekeren eigenlijk in de kern een morele verhouding is. Dat verzekeren een vorm is van een collectieve voorziening waar je samen een potje maakt en degene die pech hebben wordt uit dat potje betaald en degene die dat potje beheert, die heeft recht op een fatsoenlijke vergoeding daarvoor, maar dat is het. En in die discussies kwam dus geleidelijk het gezichtspunt naar voren, zouden wij op langere termijn niet een profiel kunnen gaan ontwikkelen waar we een dergelijke bescheiden, maar stabiele en robuuste invulling, een moreel verantwoorde invulling van verzekeren als basis gaan nemen. En dat werd in subgroepjes werd dat heel enthousiast naar voren gebracht, maar dat is vervolgens, naarmate het hoger opkwam, gesneuveld. Mijn tweede voorbeeld heeft betrekking op de noodzaak tot innoveren die onder druk van de internationale concurrentie in het bedrijfsleven steeds sterker gevoeld wordt en op de toenemende complexiteit van de maatschappelijke ontwikkelingen waarop bedrijven moeten reageren. In reactie daarop wordt, zoals u weet, binnen de organisatie- en managementtheorie steeds meer nadruk gelegd op de zachte aspecten van het organiseren. Op samenwerking, op co-creatie, op creativiteit, op zingeving in het werk en zelfs op spiritueel leiderschap. Maar daar doet de paradox van de modernisering zich met grote kracht voelen. Want de eis om value voor shareholders te creëren en steeds hogere rendementen te boeken vormen uiteraard een vruchtbare voedingsbodem voor dikke ik-gedrag, voor zelfverrijking en voor interne machtsstrijd. De resultaten van co-creatie, samenwerking en zingeving in werk worden met andere woorden ingezet voor het accumuleren van zeer ongelijk verdeeld financieel kapitaal, wat op zijn beurt aanleiding geeft tot demotivatie en tot cynisme. Mijn derde voorbeeld heeft betrekking op marktwerking in de zorg. Omdat de zorg steeds kennisintensiever wordt en omdat zorgverlenen voor een groot deel een ambacht vormt, vraagt het tot stand brengen van goede zorg om het delen van kennis, om het doorbreken van verkokering en om intensieve samenwerking tussen professionals, bijvoorbeeld in communities of practitioners. Maar het bevorderen van concurrentie in de zorg belemmert het delen van kennis, leidt tot nieuwe vormen van verkokering en plaatst persoonlijke en organisatorische belangen in het centrum in plaats van het ontwikkelen van kennisgemeenschappen ten behoeve van goede zorg te bevorderen. Bovendien gaat het stimuleren van marktwerking in de zorg gepaard met allerlei nieuwe vormen van verticaal toezicht en controle, maar die berusten in de kern op wantrouwen. En die gebruiken prikkels en sancties om hun doel te bereiken en daarom lokken ze de facto strategisch gedrag uit en bevorderen ze morele apathie en cynisme. En ook daar zien we weer de morele paradox van de modernisering volop in werking. Er worden morele tekorten geconstateerd in het functioneren van de markten. In een tal van sectoren slaagt men er niet in om binnen de eigen onderneming, de eigen organisatie, voldoende moreel kapitaal te ontwikkelen en in stand te houden, elkaar daarop aan te spreken om fatsoenlijk te ondernemen. Vervolgens constateren we dat willen bestrijden. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we strategische middelen inzetten, toezicht, codes, controle en sancties om dat tegen te gaan. Dus je gaat morele armoede met morele armoede bestrijden. Dat is de paradox
van de modernisering in een nutshell. En dat is voor mij de opmaat naar de tweede gespreksronde. Vind, ga ik verder met het laatste deel van mijn betoog. Ik hoop dat u net zulke boeiende tafelgesprekken heeft gehad als, als wij aan onze tafel. Maar ik denk dat er nog één element ontbreekt, minstens één element in de redenering, en dat wil ik nu graag aan u voorleggen. Als het klopt dat het in stand houden en het verder ontwikkelen van moreel kapitaal een centrale vraag is van onze tijd, dan is het doorbreken van de morele paradoxen die we net verkend hebben van het allergrootste belang. Maar hier stuit we echter op een probleem wat ik al even heb aangestipt, dat in de hedendaagse cultuur het begrip moraliteit bij velen huiver en achterdocht oproepen. In het verlengde van de emancipatie uit de traditionele themutsculturen en het nieuwe primaat van persoonlijke autonomie en individuele ontplooiing gelden alle morele waarden die voor anderen als moreel bindend worden voorgesteld als moralisme. En dat wil zeggen als een verkapte vorm van machtsuitoefening die de vrijheid van individuen op ontoelaatbare wijze aantast. Een week of drie geleden is daar in de Volkskrant en andere media een hele discussie over geweest naar aanleiding van een column van Bolkestein die precies dit beweerde. Morele normen zijn een verkapte vorm van machtsuitoefening. Het probleem is echter, zoals we gezien hebben, dat vanuit het primaat van de individuele vrijheid het morele kapitaal dat nodig is om goed samen te leven eerder ondermijnd wordt dan verder ontwikkeld. Daarom denk ik dat het van groot belang is om de begrippen moraliteit en morele waarde te bevrijden uit hun opsluiting in het traditionele moralisme. En daarmee kom ik bij de belangrijkste pointe van mijn betoog. Traditionele vormen van moraliteit hebben een verticale structuur en zijn gebonden aan specifieke gemeenschappen.
En binnen die gemeenschappen dragen ze tot op zekere hoogte bij aan de ontwikkeling en het instand houden van moreel kapitaal. Maar dat doen ze met behulp van verticale onderscheidingen tussen goed en slecht, die zowel ten opzichte van buitenstaanders als ten opzichte van dissidenten in eigen kring allerlei vormen van uitsluiting en soms ook openlijk of bedekt geweld legitimeren. De universele rechten die binnen democratische rechtsstaten van kracht zijn en alle daarmee verbonden emancipatieprocessen hebben ons min of meer bevrijd van deze verticale vormen van moraliteit en hebben tegelijkertijd de daardoor gedragen gemeenschapsbanden grotendeels ondermijnd. Ik heb een keer in een cursus voor belastinginspecteurs vertelde een van de betrokken inspecteurs het verhaal dat een aantal jaren geleden als je hogere echelons wilde bereiken bij de belasting, dat je dan van protestantse huizen moest zijn, want katholieken die konden alleen in de lagere regionen vertrouwd worden en hogerop konden die niet op de suikerpot gebonden worden. En toen zei hij, maar ja, die protestanten worden niet meer gemaakt. Nou, dat is waar het hier over gaat. Omdat we moreel kapitaal nodig hebben om goed samen te leven, staan we nu voor de uitdaging om nieuwe horizontale vormen van moreel kapitaal te ontwikkelen die niet meer gebonden zijn aan verticale morele gemeenschappen in het kader van de civil society en die berusten op respect voor individuele vrijheidsrechten. Ik zeg dat nog een keer, dat is een kernzin. Omdat we moreel kapitaal nodig hebben om goed samen te leven, staan wij nu voor de uitdaging om nieuwe horizontale vormen van moreel kapitaal te ontwikkelen die niet meer gebonden zijn aan verticale morele gemeenschappen in het kader van de civil society en berusten op respect voor individuele vrijheidsrechten. Om de padstelling te doorbreken die voortkomt uit het tegenover elkaar stellen van individu en gemeenschap, moeten we een andere horizontale bron van morele binding tussen mensen centraal stellen, namelijk goed werken en goed samenwerken. Goed werk dat deugd en deugd doet, biedt een morele horizon die concrete aanknopingspunten biedt om de morele paradox van de modernisering te doorbreken en de ontwikkeling van moreel kapitaal in onze maatschappij op horizontale basis te bevorderen. En een dergelijke morele horizon, gebonden aan goed werk en goed samenwerken, aan werk dat deugd en deugd doet, heeft ingrijpende consequenties. Wanneer namelijk goed werk en goed samenwerken inderdaad een centrale bron van morele binding vormen in onze postmoderne samenleving, dan wordt het instand houden en het ontwikkelen van moreel kapitaal tot een kernopgave voor bestuurders en managers, zowel in de publieke sector als in het bedrijfsleven. En dat betekent een ingrijpende verschuiving in de verhouding tussen de publieke sector en de markt. Zoals bekend zijn de afgelopen 15 jaar bedrijfskundige modellen en daarop geënte besturingsmodellen in toenemende mate dominant geworden in de publieke sector, culminerend in het invoeren van marktwerking in de zorg. Die bedrijfskundige modellen zijn in de kern ontwikkeld met het oog op het accumuleren van financieel kapitaal en zijn gericht op efficiëntie en innovatie in het teken van arbeidsbesparing. Maar ze hebben niets te zeggen over het ontwikkelen van moreel kapitaal. En hun eenzijdige dominantie leidt zelfs tot het ondermijnen daarvan. Daarom staan wij nu, denk ik, voor een ingrijpende omkering. In plaats van onderwerping aan bedrijfskundige modellen en aan de accumulatie van economisch kapitaal en alle daarmee verbonden technieken, perspectieven en slimmigheden, moeten de ervaring en de kennis die in de publieke sector nog steeds aanwezig is met betrekking tot het instand houden en ontwikkelen van moreel kapitaal een gelijkwaardige plek krijgen naast en in leerzame wrijving met bedrijfskundige besturingsmodellen. En bij deze morele innovatiestap kunnen bestuurders en managers in de zorg in mijn ogen een centrale rol vervullen. Die uitspraak vereist misschien enige toelichting. Het staat namelijk buiten kijf dat ook de zorgsector in de tijd die achter ons ligt tot op zekere hoogte zijn oren heeft laten hangen naar of haars ondanks meegesleurd is in de cultuur van het dikke ik en het bijbehorende graaien, fuseren en schaalvergroten in het teken van efficiëntie en kostenbesparing.
Bovendien wordt de zorg nog steeds geplaagd door allerlei vormen van professionele en organisatorische blikvernauwing en institutionele verkokering en de daaruit resulterende endemische samenwerkingsproblemen. Dat is allemaal waar en dat moeten we ook onder ogen zien. Maar daar staat tegenover dat de zorg van huis uit in voortdurend contact verkeert met de morele logica van de gift en het delen. En daarom tegen de klippen op bij blijft dragen aan het ontwikkelen van moreel kapitaal. Ik zie het dan ook als een centrale en vitaliserende uitdaging voor bestuurders en managers in en rond de zorg om die klippen te verwijderen en de potenties voor het instand houden en ontwikkelen van een horizontaal moreel kapitaal die hun sector bij uitstek te bieden heeft, te versterken en te voeden in plaats van te frustreren en te saboteren. Dat de zorgsector daar inderdaad een rijke voedingsbodem voor biedt, wordt duidelijk wanneer we terugkeren naar de drie zorgvragen waarmee ik mijn betoog ben begonnen. Ten aanzien van alle drie die vragen, de relationele vraag, de bestuurlijke vraag en de publieke vraag, is in de zorg een schat aan ervaringen, ideeën en inzichten voorhanden rond het ontwikkelen van moreel kapitaal op horizontale basis. Ten aanzien van de relationele zorgvraag biedt de zorg een rijk ethisch en levensbeschouwelijk discours rond morele sensibiliteit, rond aandacht, rond respect, rond zorgvuldigheid, rond trouw, rond menselijke waardigheid en rond inspiratie. En een schat aan kleine verhalen waarin die morele kwaliteiten een tastbare gedaante aannemen. Zorgrelaties waarin goede zorg vrijelijk wordt gegeven vormen zowel voor de gever als voor de ontvanger een bron van morele rijkdom, omdat van beide kanten waardering voor de ander als uniek persoon wordt betoond. En dat geldt niet alleen voor primaire zorgrelaties, maar ook voor het streven naar empowerment, ruimte voor diversiteit en een inclusieve samenleving. Ten aanzien van de bestuurlijke zorgvraag komen in de zorg steeds weer bevlogen bestuurders en managers naar voren die relationele zorgwaarden en inclusie centraal stellen, die de moed hebben om zich te verzetten tegen de aantasting daarvan door eenzijdige sturing op economische waarden en bureaucratische controle en die in staat zijn om anderen daarbij te inspireren, te bemoedigen en hoop te geven. Paul Kremers vormt daar een lichtend, maar geenszins uniek voorbeeld van, gelukkig. En ten aanzien van de publieke zorgvraag neemt de zorg zelfs een unieke positie in, omdat de zorg in ons land bij uitstek de sector vormt waar burgers in de vorm van vrijwilligerswerk persoonlijke zingeving vanuit eigen morele overtuigingen verbinden met de publieke zaak. En uit voorafgaande volgt dat bestuurders en managers in de zorg voor de uitdaging staan, maar ook de kans hebben, en dat is cruciaal, de kans hebben om een complex en meervoudig sturingsperspectief te ontwikkelen waarin het sturen op de ontwikkeling van moreel kapitaal even belangrijk is als het sturen op efficiëntie en economisch resultaat. Een meervoudig sturingsperspectief waarin die twee op gelijkwaardige basis het perspectief van bestuur en management bepalen en met elkaar in leerzame wrijving gebracht worden. Ik denk dat zorgorganisaties in een dergelijk perspectief niet alleen een economische balans krijgen, maar ook een morele balans. En de vraag is natuurlijk hoe tussen de twee logica's die daarbij in het geding zijn leerzame vormen van wrijving te ontwikkelen. Vormen van wrijving die aan beide kanten tot verdieping van inzicht en leren bijdragen. En ik denk dat daarbij een nieuwe morele waarde in het spel komt die in mijn ogen in onze tijd van doorslaggevend belang is. Morele waarden en morele bindingen tussen mensen worden vanuit onze christelijk, humanistische, islamitische tradities doorgaans in verband gebracht met relaties waarin zorg, liefde, steun en onderlinge betrokkenheid een centrale plaats innemen. En in mijn eerste omschrijving van moreel kapitaal heb ik mij daarbij aangesloten. Maar in het licht van mijn stelling dat werk dat deugd en deugd doet de belangrijkste bron vormt voor het ontwikkelen van moreel kapitaal op horizontale basis in onze postmoderne samenleving, moet daar een nieuwe component aan toegevoegd worden. Werk is gebonden aan organisaties en daarmee aan macht. Sturen op het behoeden en ontwikkelen van moreel kapitaal in organisaties vraagt daarom ook om goede macht. Om macht die respecteerbaar is, omdat die zichtbaar bijdraagt aan het realiseren en veiligstellen van morele waarden in leerzame wrijving met economische waarden.
goede macht als toevoeging aan de vier waarden die ik aan het begin genoemd heb. De aandacht, het vermogen zorg te verlenen, de weerbaarheid en de inspiratie. De vijfde is het uitoefenen van, het ontwikkelen van goede macht. En dat heeft verstrekkende consequenties, denk ik, omdat daarmee ook een eigen vorm van kennis en leren in het geding komt, die misschien tot nu toe in de sector onvoldoende ontwikkeld heeft en onvoldoende aandacht heeft gekregen. En zoals u misschien weet, heb ik in dat verband voorgesteld om drie vormen van kennis te onderscheiden. Academische kennis, gericht op evidentie, op waarheid, modus 1 kennis. De organisatiekennis, gericht op resultaat, in het teken van efficiëntie, van werkzaamheid, van resultaat, van techniek. En tenslotte modus 3 kennis, en dat is narratieve kennis die bijdraagt aan het ontwikkelen van moreel kapitaal, die bijdraagt aan het ontwikkelen van morele rijkdom. En ik denk dat we in de zorg een ongelofelijke overbenadrukking hebben van academische kennis enerzijds en probleemoplossingsgerichte kennis anderzijds. En dat die derde vorm van kennis, die narratieve kennis, die gericht is op het ontwikkelen van morele rijkdom, dat die ondergesneeuwd is en alleen aan de rand nog erkenning vindt. De opleidingen die hier in deze zaal verzameld zijn, maken dat denk ik ook duidelijk. En ik denk dan ook dat naast evidence-based knowledge en naast practice-based evidence, dat we ook moral knowledge moeten ontwikkelen. En het ontwikkelen van morele kennis is een trage kwestie. Dat gaat over trage vragen. Dat gaat over morele moed en vertrouwen en zorg. Maar dat gaat ook over al het geklooi wat wij elkaar aandoen. Over alle vormen van klein geweld. Over alle pesten. Over alle in de steek laten. Over alle domme conflictjes. Over alle dikke ik-gedrag. Over alles waarin we elkaar teleurstellen in plaats van bemoedigen. En wat we liever verdringen dan dat we het onder ogen zien. Wat Wiertsma noemt de plekken der moeite in onszelf en in de onderlinge omgang. En ik denk dat heel veel vergaderen en heel veel regelen en heel veel tools die we ontwikkelen als voornaamste functie hebben om die trage vragen te verdringen, om die plekken de moeite te vermijden en om onszelf wijs te maken dat we het allemaal transparant, controleerbaar, beheersbaar en overzichtelijk kunnen houden. En de grote morele uitdaging voor mij is dus om te sturen op het ontwikkelen van moreel kapitaal. En om in je eigen organisatie en in je eigen leven vormen van kennis te ontwikkelen, vormen van narratieve kennis, de aandacht voor de kleine verhalen, de verhalen waarin de plekken der moeite en goede manieren om daar met conflicten en macht om te gaan uitgewerkt en voorgesteld worden. Vormen van symbolisering van morele deugden. En we hadden net aan tafel een prachtig voorbeeld van een van ons die zei, ik heb in mijn directiekamer een passpiegel neergezet. En dat is niet om mezelf in te bemonderen, maar het is om mezelf eraan te herinneren dat ik moet spiegelen. Dat spiegelen in de onderlinge omgang zo'n ongelooflijk belangrijke zaak is. En toen kwamen we op het idee dat we eigenlijk als directie dan meteen ook 100 spiegels zouden moeten bestellen en die in alle kamers neerzetten, zodat iedereen een moreel zelfmanagement tool heeft. En deze spiegel vervolgens in kan gaan zetten in de vorm van modus 2. In de vorm van een resultaatgerichte interventie. En dat is dus wat voortdurend gebeurt. Dat is wat voortdurend gebeurt. Dat is waar de prestatielogica, de probleemoplossingslogica, de economische logica eigenlijk weer de andere logica opzij drukt en het stuur overneemt. En precies om daar weerstand aan te bieden, daarvoor is modus 3 kennis nodig. Daarvoor is het ontwikkelen van moreel kapitaal nodig. En het is duidelijk dat bestuurders en managers hierbij ook als persoon in het geding komen. En dat is misschien ook het enge hiervan. Wat zijn nu eigenlijk de waarden die in hun eigen leven bepalend zijn? Hoe gaan ze om met hun eigen verlangen naar macht en erkenning? Hoezeer zijn ze in staat om tegenspraak te verdragen en te bevorderen? Wat hebben ze zelf in moreel opzicht te geven? Maar ik denk dat deze uitdaging evenzeer een beroep doet op de bestuurlijke intelligentie en de ondernemende kracht van bestuurders en management in de zorg. Er bestaat namelijk een direct verband tussen de morele armoede van organisaties
en gebrek aan doeltreffendheid en doelmatigheid. Ik denk dat morele armoede een van de belangrijkste redenen is voor efficiëntieverlies in organisaties. Gebrek aan zorgzaamheid en onderling respect, onverschilligheid, afwending, tegenwerking, ontmoediging en cynisme ondermijnen samenwerking, ondermijnen creativiteit, bevorderen hokjesgeest, genereren conflicten en leiden tot het centraal stellen van deelbelangen. En dat leidt tot slechte zorg en tot verspilling van publieke middelen. Dus het behoeden en het verder ontwikkelen van moreel kapitaal, zowel op individueel niveau als op het niveau van organisaties en heel belangrijk tussen organisaties onderling, heeft ook een grote economische betekenis. En dat is precies de prachtige uitdaging die waar bestuurders en managers in de zorg voor staan. Om vanuit leerzame wrijving tussen het ontwikkelen van moreel kapitaal en het goed organiseren via goede macht, daar een verbinding tussen tot stand te brengen. Maar het is ook duidelijk dat als de economische opbrengst het openlijke of verzwegen doel wordt van pogingen tot het ontwikkelen van moreel kapitaal, dat dan de noodzakelijke leerzame wrijving tussen de logica van de gift en de logica van efficiëntie en resultaat opgeheven wordt en moreel kapitaal ondermijnd wordt in plaats van versterkt. En in mijn ogen is dat een hoopgevende gedachte en daarmee wil ik besluiten. Een rijk leven komt uiteindelijk voort uit de vreugde en de lol van het geven, niet uit het accumuleren van macht en materiële rijkdom. Dat komt voort uit werk dat deugd en deugd doet, samen met anderen. En ik wens u daar zeer veel inspiratie, volharding en moed bij toe.